Mijn naam is Sanne de Jong en ik werk als kerstmanager voor Zonneveld Groep en ben vandaag de host voor het seminar Certificering en Duurzaamheid. Er zijn veel certificaten beschikbaar en we willen graag meer inzicht geven in wat zijn die verschillende certificaten, wat houden ze onderling in, maar ook hoe kun je ze behalen. Verschillende bedrijven zijn aanwezig, onder andere Jumbo, Big Five en Zonneveld. We merken allemaal dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in ons leven. Ik zou de deelnemers willen oproepen om gezamenlijk met elkaar in gesprek te gaan, om te begrijpen wat er speelt en nieuwe ideeën en inzichten te creëren. Ik ben Rutte Jong, ik ben adviseur internationale voedselketens bij Schuttelaar & Partners. En binnen Schuttelaar & Partners help ik organisaties met het uitdragen van hun duurzaamheidsbeleid. Ik heb samen met mijn collega een sessie gehouden over certificering en duurzaamheid. Omdat certificering een enorm mooie basis legt voor het duurzaamheidsbeleid van een bedrijf. En wat we ook zien is dat er na certificering nog veel aanvullende maatregelen zijn die een bedrijf kan nemen. Inzetten op duurzaamheid is ontzettend belangrijk, want je hebt het echt over, aan de ene kant planetaire vraagstukken. Er gebeurt veel en er moet veel gebeuren, maar ook grondstoffenzekerheid. Dus het is ook gewoon een goed businessmodel om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dus het gaat heel erg om het verbinden van organisaties met stakeholders en daarom vinden wij dit soort dagen ook zo ontzettend belangrijk. Ja, mijn naam is Manouk van Sochel, kwaliteitsmanager binnen Jumbo. Wat ik vandaag geleerd heb en wat ik ook vooral meeneem is dat het echt wel leeft binnen de hele organisatie, dus verschillende partijen in de keten. Wij als retailer zijn er natuurlijk op heel ander vlak mee bezig dan echt helemaal richting de grondstofleverancier. Inzet op duurzaamheid is voor ons als retailer heel belangrijk. Sowieso ook de impact die je als retailer kan hebben. Mijn naam is Danique Eresman. Ik werk binnen Jumbo op de duurzaamheidsafdeling en ben verantwoordelijk voor het verduurzamen van de ketens. Binnen bakkerij en binnen zo'n grote leverancier als Big Five kunnen we eigenlijk nog heel leuke en verdere stappen zetten. Dus we zijn heel erg benieuwd wat we van elkaar kunnen leren en of we meer die samenwerking en synergie kunnen opzoeken. Ik ben René Paten, vierde generatie Amarantbakkers, verantwoordelijk voor HR en duurzame ontwikkeling. Nou, misschien vond ik eigenlijk het leukste wel het contact met dus de mede-collega's van de andere bakkerijen en binnen Zonneveld. En ook wel hoe die wereld van certificeringen werkt. Nou, naar mijn idee is het echt super belangrijk om in te zetten op duurzaamheid. Als wij de wereld zeg maar, aan de toekomstige generaties ook nog willen voortzetten, kunnen we natuurlijk niet korte termijn gefocust zijn. Ja, de boodschap die ik wil meegeven aan de deelnemers is dat we echt met elkaar moeten gaan samenwerken om op lange termijn de impact te gaan maken. We kunnen dat niet als bakker alleen of als leverancier alleen of als klant alleen. Dan kunnen we samen bakken aan een betere wereld.